Nou, dan ga ik nu over tot de uitreiking van de KVS-penning. De KVS-penning is een prijs voor het beste proefschrift in de economische wetenschap dat aan een economische faculteit is verdedigd in de afgelopen 3 jaar. En deze prijs bestaat nu zo'n 20 jaar en is ingesteld door de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. De prijs bestaat uit een penning, die ziet u hier in beeld. En daarnaast is er ook een geldbedrag aan verbonden van 4000 euro. Nou, dit jaar mocht de jury 10 proefschriften beoordelen van 6 verschillende universiteiten. Elke economische faculteit in Nederland was gevraagd om 1 of meer proefschriften voor te dragen, waarbij het maximale aantal proefschriften per faculteit dat genomineerd kon worden, gerelateerd was aan het aantal aan die faculteit verdedigde proefschriften. Nou, de jury bestond dit keer uit de volgende personen. Pieter Gauthier, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Marieke Stellinga, politiek verslaggever, econoom en columnist bij NRC. Marcel Timmer, onderdirecteur bij het Centraal Planbureau en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Laura Spierdijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En tenslotte ikzelf. Nou, we hebben ons 1,5 maand geleden gebogen over die 10 genomineerde proefschriften. Dat was een hele klus, kan ik wel zeggen. 10 proefschriften lezen en beoordelen. Maar het was ook ontzettend leuk om te doen. Want de proefschriften waren eigenlijk zonder uitzondering heel goed geschreven. Wetenschappelijk vernieuwend en maatschappelijk zeer relevant. Nou, de proefschriften gingen vaak vergezeld van nuttige en uitgebreide aanbevelingsbrieven van promotoren en van decanen. En daarvoor willen we hen hartelijk danken. Nou, de criteria bij het kiezen van de winnaar van de KVS-penning zijn, net als bij de eerdere edities, volledigheid, samenhang, consistentie van het proefschrift, wetenschappelijk niveau en de maatschappelijke relevantie en impact. Nou, na een eerste schriftelijke ronde bleek de jury zeer onder de indruk van de kwaliteit van alle genomineerde proefschriften. Maar 1 proefschrift blonk echter uit volgens alle juryleden en werd door 4 van de 5 juryleden op plaats 1 gezet. En hierdoor was een tweede ronde niet nodig. Nou, ik zal zo dadelijk bekendmaken wie die winnaar is. Maar de jury wil naast het winnende proefschrift ook graag 2 andere proefschriften een eervolle vermelding geven. En dat zijn de proefschriften van Camille Hébert, hier links op de foto, en van Esmee Zwiers. Camille Hébert is gepromoveerd in Tilburg en nu werkzaam in Toronto. En Esmee Zwiers is gepromoveerd aan de Erasmus School of Economics en nu werkzaam aan Princeton. Nou, Camille Hébert die werkt op het gebied van finance en ze verbindt en verrijkt dit gebied met inzichten uit andere disciplines. Haar jobmarket paper is daar een mooi voorbeeld van. Ze onderzoekt of het geslacht van ondernemers een effect heeft op de mogelijkheid tot financiering. Dit empirische werk is zeer origineel, innovatief en beleidsrelevant. Nou, Esmee Zwiers schreef een prachtig proefschrift over de formatie van menselijk kapitaal en de rol die de omgeving daarmee speelt gedurende de kindertijd. De hoofdstukken van haar proefschrift vormen samen een mooi geheel, waarbij elk hoofdstuk weer een ander mogelijk kanaal onderzoekt. Ze gebruikt hierbij een variëteit aan methoden en ze combineert inzichten uit de economie met die uit de biologie en de demografie. Maar de winnaar dit jaar, die is niet in beeld op dit moment overigens. Oh, nou, zou je je camera kunnen uitzetten alsjeblieft? Ja, sorry. Geen punt. Maar de winnaar dit jaar, dat is Jurre Tiel. En die ziet u hier op de foto. Jurre is vanmiddag ook aanwezig. Jurre, zou je je camera kunnen aanzetten alsjeblieft? Daar is hij. Ons prijswinnaar. Ja, Jurre. Hij is begin dit jaar gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij werkt momenteel aan de Copenhagen Business School. Zijn proefschrift gaat over marktimperfecties en in het bijzonder over marktimperfecties op de Nederlandse hypotheekmarkt. Zijn proefschrift blinkt volgens de jury op verschillende manieren uit. Ten eerste wat betreft de beleidsrelevantie.
Het onderzoek van Jurre is uitermate relevant voor de Nederlandse hypotheekmarkt, maar niet alleen voor die markt, maar voor consumentenmarkten meer in het algemeen. De tweede blinkt Jurre's proefschrift uit in de variëteit en innovativiteit van de toegepaste onderzoeksmethode. Ten derde stelt de jury het zeer op prijs dat Jurre ook een belangrijke methodologische vernieuwing bijdraagt, namelijk een nieuwe schattingsmethode voor dynamische spellen. Wij verwachten dat deze methode in de toekomst door veel andere onderzoekers ook gebruikt zal worden. En tenslotte roemt de jury het gebruik van de bijzondere data en de heldere schrijfstijl, ook als de methoden ingewikkeld worden. Nou, een proefschrift dat op al deze punten uitblinkt, is met recht uitzonderlijk te noemen. En het is de jury dan ook een ware eer en een genoegen om de KVS-penning 2020 toe te kennen aan Jurre Thiel. Van harte gefeliciteerd. Hier is hij, de penning. Dit is de voorkant zoals we die al eventjes zagen. En hier zie je de achterzijde. Er komt ook een soort standaardje bij. Sander, zou je je video kunnen uitzetten alsjeblieft? Er komt ook een soort standaardje bij. Dan kun je hem in je huiskamer neerzetten. Of misschien op je bureau. Net wat je wil. En zoals gezegd, je krijgt niet alleen deze prachtige penning, maar ook een geldbedrag van 4000 euro. Van harte gefeliciteerd, Jurre. Ja, dankjewel. Dank voor de woorden van de commissie. En ik ben niet eens lid van de KVS, bedacht ik me nu. Nou, dat gaat veranderen, hè? Ik ga geen hele Oscar speech houden, maar ik wil even bedanken natuurlijk de academische omgeving die hieraan heeft bijgedragen. Dus iedereen op Timbergen, iedereen op de VU. En natuurlijk in het bijzonder mijn promotores José Luis en Mauro, zonder wie dit mogelijk was geweest. En ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het een hele, hele grote eer. Nou, hartstikke fijn, Jurre. Nou, heel veel geluk voor de toekomst gewenst. We zullen je ook nog terugzien in de kolommen van ESB. Hè, want er komt een interview met jou over je werk. Dus daar kijken we ook naar uit. En we gaan er natuurlijk vanuit dat je vandaag nog KVS-lid wordt. maar voor vandaag kun je natuurlijk als gast bij ons blijven, ook later deze middag. Geef ik nu graag het woord aan Bastiaan Overvest, die beleidssessie 7 zal voorzitten. Laat ik nog één keer mijn hartelijke dank uitspreken in de richting van de juryleden voor het vele werk dat ze hebben gedaan en de uitgebreide rapporten die ze hebben geschreven. Pieter Gauthier, Marieke Stellinga, Marcel Timmer en Laura Spierdijk, zeer veel dank. En ik wens u allen een hele plezierige en interessante middag toe. Deze laatste dag van de Nederlandse Economenweek.